PSV pakte afgelopen zaterdag in eigen huis 3 punten op Vitesse. De mannen mogen dinsdagavond gelijk weer aan de bak in de midweekse wedstrijd tegen FC Emmen. En daar wordt uiteraard weer voor getraind. De historie van dit affiche is niet zo groot. Het wordt namelijk pas de 4e keer dat PSV afreist naar de Oude Meerdijk. Toch hebben we uiteraard ons best gedaan voor jullie voor mooie historische beelden. In speelronde 18 van de Eredivisie brengt PSV een bezoek aan de Oude Meerdijk in Emmen. De plaatselijke FC is daarmee de eerste tegenstander van de Eindhovenaren in de terugronde van dit seizoen. Op de kilometerteller van de bus komen er na de rit van het Philipsstadion in Eindhoven naar de Oude Meerdijk in Emmen weer 230 kilometers bij. In het knusse onderkomen aan het Stadionplein is in het uitvak plaats voor 400 supporters. Eerder dit seizoen won PSV de heenwedstrijd in het Philipsstadion op de openingsdag van de competitie met 4-1. Cody Gakpo maakte er 2. Gakpo kan er wel met de bal vandoor, want die stond geen buitenspel. Gakpo 3-0, niet het mag voorlopig door. Gakpo voor zijn 2e en de 4e van PSV. Maar voor Johan Bakayoko was het zijn 1e in de hoofdmacht van PSV. En dan Xavi Simons, zorg balverlies van Bernadou. 2-2 met Simons en Bakayoko.
tegen Kieftenbelt en Veendorp. En Veendorp stapt niet of te laat. En dan is het 1-0 voor PSV via Johan Bakayoko. PSV won dus eerder dit seizoen het thuisduel, zoals het alle thuisduels van Emmen won. Maar uit is een ander verhaal. Van de drie eerdere ontmoetingen werd er slechts één gewonnen. PSV verloor geen enkele keer, maar speelde wel al twee keer gelijk. De allereerste ontmoeting leek 20 minuten voor tijd beslist door de eerste en enige goal namens PSV van Angelinho. Angelinho schiet hem erin en daarmee is het dan toch 0-2. Zijn eerste voor PSV. Een bevrijdende 1-Emmen. Maar Emmen kwam in blessuretijd alsnog op gelijke hoogte door de tweede van Niklas Pedersen. Scherpe blijft voorin. Ja, hij is lang zat. De bal gaat ook zijn kant op. Scherpe krijgt zijn hoofd er niet tegen. Pedersen wel! Pedersen komt er weer in! Het is 2-2! Hij maakt er weer 2 als invaller! En zo verspeelde PSV twee kostbare punten in de strijd om de landstitel. Ook een seizoen later kwam PSV op voorsprong aan de Oude Meerdijk. Helgen Kamp is hem helemaal kwijt en zo komt PSV gemakkelijk aan de eerste goal van deze wedstrijd. Schwab, hij heeft PSV aan de voorsprong geholpen. Maar ook nu was dat niet voldoende voor de zege. Over de hele richting Glenn Bell, inschattingsfout van Sadilek. Kans, telt hij nu wel? Nu telt hij wel. Bell bedient Kolar. En die maakt gelijk. En zo is er ook in de tweede ontmoeting in en tegen Emmen geen overwinning voor PSV. Voor Jeremy Antonissen zal Emmen uit altijd speciaal zijn. Antonissen maakte bijna 2 jaar geleden zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren in het uitduel aan de Oude Meerdijk. En Jeremy Antonissen komt in de ploeg. Onlangs nog scorend voor Jong PSV op bezoek bij Cambuur. Nu zijn eerste minuten in het eerste. Ook voor Lars Kornetka was het bijzonder. De assistenttrainer van Roger Schmid zat als eindverantwoordelijk op de bank omdat Schmid geschorst was. Met Kornetka als hoofdtrainer pakte PSV de eerste overwinning in eredivisieverband in Emmen. Al kwam die zege laat tot stand. Dumfries en Mauro zijn daar. Dumfries krijgt hem. Mauro zet voor. Daar is Sahavi en hij valt erin. Mauro! Hij draait hem er in één keer in. Ik denk dat Sahavi hem niet aanraakt en PSV leidt. Mauro draait hem nu op Sahavi's hoofd en dan is het raak. En nu is het de voorzet van Mauro die aankomt bij Sahavi en is het 0-2. En zo won PSV 2 seizoenen geleden dus voor het eerst in Emmen. En tot slot Boy Waterman, de derde doelman bezig aan zijn tweede periode in Eindhoven, viert op de dag van de wedstrijd zijn 39ste verjaardag. Met 1 nacht rust en 1 nacht training staat er alweer een nieuwe wedstrijd op het programma. Is Luc de Jong na die botsing alweer inzetbaar tegen FC Emmen? Is Fabio Silva officieel een nieuwe PSV'er? En hoe wordt er gekeken tegen die wedstrijd tegen FC Emmen? We vragen het allemaal aan Ruud van Nistelrooy. Ruud, 3 punten na afgelopen zaterdag. Met wat voor gevoel heb jij geslapen? Nou ja, 3 punten inderdaad. Dat was het allerbelangrijkste na de week. Maar toch weer snel denk je vooruit. Want zaterdag, dinsdag, dat is inmiddels alweer morgen. En dan denk je toch snel vooruit richting de wedstrijd van morgen. Ja. 3 punten zijn dus inderdaad het belangrijkste. Maar hoe heb je naar het spel gekeken van je mannen? Ja, het begin heel goed. Wederom. De afgelopen 4 wedstrijden denk ik het begin uitstekend was, waarin je jezelf ook moet gaan belonen met een vroege goal, of meerdere zelfs. Nu was het een kantelpunt in de eerste helft, was natuurlijk de penalty en daarna, vlak daarna het uitvallen van Luc. Ja, dat doet wel wat met het team natuurlijk, als je aanvoerder uitvalt en je mist ook nog een penalty. Toen was het een beetje onrustig en kwam met 0-0 de rust in. En ja, tweede helft werden we wel wat rustiger. Creëerden we niet zoveel als in de eerste 20 minuten, maar wel genoeg om de wedstrijd over de streep te trekken. Wat zeg jij dan in de rust tegen je mannen om die rust te bewaren? Nou, het belangrijkste inderdaad om rustig te blijven en de focus te houden op de tweede helft. Natuurlijk, we hadden een week achter de rug waar heel veel was gebeurd. Ook nog in die eerste helft gebeurt er dan in één keer dat je een penalty mist en Luc verliest. Dus daar moet je wel mee dealen. En daar wijs ik dan op. Dat het vooral gaat om de tweede helft. Wat is er nodig om de wedstrijd te winnen? We hebben een aantal accenten voor gezet.
En de jongens hebben dat goed opgepakt en ook met lijf en leden verdedigd nog om een drie blok tackles, geloof ik, achter elkaar. Ja, dat was nodig, maar wel heel belangrijk. Ja, het was inderdaad een pechwedstrijd voor Luc de Jong. Die ballen die er dan ook niet ingaan, die penalty gaat er niet in. Ook nog een vreselijke kopstoot. Ja. Jij weet als geen ander als spits hoe dat moet voelen, dat die ballen dan niet ingaan. Kun je eens proberen uit te leggen hoe dat voor hem moet zijn? Nou ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk teleurstellend. Want penalty is een uitgelezen moment om te scoren. Daarna heb je ook nog de pech met die koppen tegen elkaar. Ja, dat zit het niet mee. Morgen is die niet inzetbaar, helaas, ook daardoor. Dus dat is ook een teleurstelling. Maar daar moet je wel mee dealen en dat kan Luc. En die blijft rustig en die gaat gewoon, die doet elke dag zijn werk wat hij moet doen en meer. En dan weet hij ook wel dat die ballen een keer gaan invallen en dan kan hij goed een reeks maken. En daar gaat het om daarin te blijven geloven. Ja. Wat heeft hij eraan overgehouden? Nou, geen hersenschudding, gelukkig op dat betreft. Maar wel natuurlijk een hoofdwond met hechtingen. En dan is 3 dagen te kort om te kunnen spelen. Ja. Fabio Silva is gesignaleerd in het stadion, hè, ook als spits. Maar heb je daar een update over? Inderdaad, Fabio Silva die was bij de wedstrijd aanwezig. We zijn ook in onderhandeling met hem en de club waar hij onder contract staat, Wolverhampton, en de club waar hij is aan verhuurd is, Anderlecht. En dat is dat loopt nog, dus we hopen dat deze week dat het wordt afgerond. Ja, je kunt dus geen aanspraak op hem maken en dus ook niet op Luc. Is die wedstrijd van morgen dan fijn na die 3 punten om die reeks door te pakken of juist lastig met het nieuws? Nee, daar moet je wel in schakelen, want tuurlijk, zonder Luc dan weet je ook dat... Dat je een belangrijke speler, je aanvoerder, mist. Maar goed, degene die dat was ook met dat Cody weggaat en Noni, dat vang je op en dit gaan we ook opvangen. En dan morgen om dit door te zetten. Die 3 punten die voelen heerlijk en die willen we doorzetten. Maar we weten ook, Emmen thuis hebben 8 gespeeld, 1 verloren maar. Dus ja, dat wordt een uitdaging, maar die gaan we vol aan voor de 3 punten. Het is in ieder geval Mauro weer terug. Fijn om hem weer op het veld te zien. Wat is het plan met hem? Nee, Mauro is fit. Die heeft weer minuten gemaakt. Dus die is volledig inzetbaar voor morgen. En dat is geweldig om hem er weer bij te hebben.